is Nia en ik heb hier een pakketje opgestuurd gekregen van Zia. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik heb zelf spullen uit mogen kiezen. En alsnog, ik ben stiekem een beetje vergeten. Want hij stond hier op de kast en ik wou hem heel erg openmaken. Maar ja, ik ben dus heel erg benieuwd nog wat erin zit. En we gaan hem voorzichtig openmaken. Hier, aan deze kant is die open. Hopelijk gaat hij zo open. Gaat gewoon proberen. Open! Oké, het is dus een handbalton. Dit heb ik niet uitgekozen. Als eerste zit dit in. En dit is een natuurolie body butter. En dit is dus een proefmonstertje. Dus gewoon een klein zakje van het product. Waar dit heb je dus ook een grote versie van. En ik spaar eerlijk gezegd allemaal van die dingen. Dus dat vind ik heel leuk. Dus die komt bij mijn collectie. En als je deze nou fijn vindt, dan heb je ook deze, de groot variant. En dit is de natuurolie body butter. En deze is gemaakt van olijvenolie. En ik ga hem even ruiken. Hoe, dit ruikt heel natuurlijk en fris. En de verpakking ziet er heel natuurlijk uit. Zeg maar zo van, als je dit in het bos zou zetten, zou het er helemaal bij passen. Maar ik ga het eens proberen. Ik ga het eens proberen. Niet te veel, niet te weinig, maar ik doe nu ook een stukje. En eerlijk gezegd ben ik zelf heel erg fan van body butters en zo body lotion. En eigenlijk heel lekker. Heel fris, maar ook wel een beetje fris, maar ook een beetje met zo'n parfumgeurtje erbij. Die combinatie is heel erg lekker. Ik heb zelf een hele erg droog huid en als je dan hier zo voelt en dan ga je verder, dan ja, voelt het gewoon heel anders. En ik ga het ook heel vaak gebruiken. Ik ben hier echt ontzettend fan van body butters, body lotion. I love it. Ik ga dit best wel vaak gebruiken, denk wel. Nou, best wel heel vaak. Dan heb ik nog iets in dit en dat zit in een heel leuk potje. En dat is de Naturel Avocado olie. Ik hoop dat ik het goed zeg, maar niet zo heel goed in Engels deze, maar... En dit is een face cream, dus een gezichtcreme. En avocado, dat heb je ook in andere producten. En dat vind ik altijd heel lekker ruiken en lekker verzorgend. Die gaan we maar even openmaken. Want ja, met een dicht potje kan je niks. Geef een voorbeeld wat ik doe. Oh, wacht, ik heb hier ook nog een mesje. Ik heb nog nooit zo in een crèmetje opengemaakt. Hopelijk zit niet straks het hele huis eronder. Ik vind de mouw niet zo leuk. En het ruikt heel apart. Heel lekker, maar heel apart. Het is een hele zachtige, zoete geur. En ik heb zo'n geur nog nooit eerder gebruikt. Ik haal even het dekseltje af en dan ga ik het op mijn gezicht doen. En het is best wel een groot potje voor een crème. Normaal zijn die potjes niet zo groot, dan zijn ze meestal de helft. En het is best wel lastig, want ik kan het zelf niet zien. Het voelt heel lekker en deze is heel droog en een beetje dood, zeg maar. Zoals jij het een beetje dood aanvoelt. En hier heel zacht, verzorgend. En echt heel lekker. En hij is niet heel vettig of zo. Hij is gewoon. Hij werkt zeg maar gelijk in. Nee, sommige met dagcreme of nachtcreme, dan blijft het soms wel vettig. Alleen dit voelt gelijk alsof het intrekt. Het breekt heel makkelijk aan. Zelfs op een spiegeltje breekt het makkelijk aan. Ja, echt heel fijn. Het laatste is. Oeh, die ziet er leuk uit. Die vind ik altijd zo leuk, hè? Het is. Make-up remover. Wow, dat ziet er fancy uit. Voor je ogen. Kijk hoe dit
goed ziet. Ik ga hem in. En dan gaan we schudden, want dat moet altijd. Oh, die bolletjes vind ik er zo raar. Dan ga je schudden. En dan is het helemaal blauw. En het ziet er zo gaaf uit. Ik zou het alleen al kopen als ik in de winkel zou het alleen maar kopen hoe het er al uitziet. En dan gaan we het eens openmaken. En dan ga ik het gelijk proberen, want ik heb, zoals jullie zien, ik weet niet of jullie het zien, heb mascara op. Dus ik ga het gelijk even proberen, maar daarvoor ga ik even een doekje pakken. En wat ik nu zie, is zitten allemaal hele kleine glitsjes in. Niet zo heel veel, maar gewoon subtiel. En dat vind ik ook, dat is wel handig, want niet dat je daar je make-up eraf houdt en heel je hoofd zit onder de glitters. En ik ga gelijk ook even ruiken, want ik ben er ook heel erg benieuwd naar. Oeh. Deze geur ga ik een beetje op deze. Alleen iets zoeter en subtieler. Lekker. Oh, dat was iets te veel. En zelfs op het doekje is het een hele mooie kleur. Oké, ik ga het gewoon proberen. Ik weet niet of het eraf is. Maar volgens mij wel. Het voelt helemaal schoon aan. Hij is niet vet nu. Want ik heb er één. En als je dan maar één keer zo doet, is het gelijk heel je hoofd vet. Het is helemaal niet vet. Het voelt zelfs als die crème. Het werkt gelijk in, zeg maar. En volgens mij is het eraf. Wat zo leuk is aan Ziaya, is ze hebben een hele goedkope prijs. En dat komt ook, want ze vinden het belangrijk dat mensen... Iedereen het kan kopen, zelfs mensen met weinig geld. En dat komt omdat die verpakkingen heel simpel zijn. Nou, ondanks dat ze zo simpel zijn, ik erg me niet aan en ik vind ze alsnog best wel leuk uitzien. En oh, kijk, dit zijn dus alle producten die ik opgestuurd heb gekregen. En ik vind deze, die eruit ziet, zo met dit, vind ik zo ontzettend gaaf met al die belletjes. Maar dat vind ik altijd zo leuk met die olie en dan dat blauw. Ik heb het zelf ook een keer gemaakt. Maar... ja, ik vind al deze producten heel fijn. Deze weet ik nog niet helemaal, omdat ik die nog niet gebruikt heb. Maar ik ben er dus heel erg blij mee, dus heel erg bedankt. Ik zal het linkje van Ziaya hieronder in de beschrijving zetten, zodat jullie allemaal kijk kunnen nemen. Het is ontzettend leuk en helemaal niet duur. Ja, ik ben er gewoon ontzettend blij mee. Ik ga al deze producten zeker weer te vaak gebruiken. Want het zijn producten die ik zelf heel fijn vind. En ze hebben zoveel keuze. Van jong en tot oud. Ik vind het hartstikke leuk. Dus bedankt voor het kijken in deze video. Doe nog even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doei!